Mevrouw voorzitter, dit wordt de grootste ramp van Nederland. We krijgen, ik zag vorige week op de voorpagina van het Algemeen Dagblad een huisarts die zei dat hij op huisbezoek was bij een mevrouw van 80 in Rotterdam die af was gesloten van het gas en op vaccinelichtjes moet koken. Ik heb zelf van de collega's hier al voorbeelden genoemd in de debatten voor de zomer van mensen die hun medicijnen niet kregen van de apotheek, hartpatiënten. En allemaal schrijnende verhalen van mensen die al wekenlang een bakje rijst om de zoveel dagen kunnen koken. Dit wordt de grootste ramp van Nederland. En ik wil ook niet en ik accepteer ook niet een intentieverplichting. Ik eis van u een resultaatsverplichting. Ik wil van u horen dat ouderen, jongeren, mensen met een minimuminkomen, maar ook mensen met modaal of hoger, die gezinnen die nu in de problemen komen, dat die niet zullen worden afgesloten van het gas deze winter. Ik wil die harde garantie hebben en kom er niet aan met het verhaal dat u al heel veel heeft gedaan met uw 6 en 7 miljard. Want u heeft aan extra gasbaten en u heeft aan extra btw-opbrengsten al meer dan 10 miljard binnengehaald. De overheid profiteert meer van de ellende van de burgers dan dat ze terug heeft gegeven aan de burgers. U zult dus veel meer moeten doen. Maar behalve het geld en de bedragen en hoe u het doet, wil ik de garantie van deze minister-president. Mensen kunnen sterven in deze hongerwinter. Je zal maar thuis zijn met een gezin of als een oudere, een AOW'er van boven de 70 of de 80 en je verwarming niet aan kunnen zetten terwijl het vriest maandenlang. Die mensen hebben niets aan een inspanningsverplichting, die willen een resultaatsverplichting. En ik wil samen met de collega's die hier eerder oprecht over spraken van u nu een inspanningsverplichting horen, een resultaatsverplichting dat die mensen om te beginnen niet van het gas zullen worden afgesloten. Kunt u mij dat beloven? En die ga ik niet geven. Die kan ik nooit op het individuele niveau geven. Dus die komt er niet van mij vandaag. Verder ben ik het helemaal eens met de betoog van de heer Wilders. Dat verhaal van die huisarts had ik ook over gehoord. Over die vaccinelichtjes, dat is verschrikkelijk. En ik herinner mij heel scherp de voorbeelden die hij noemde voor de zomer. Toen we het laatste debat hadden hierover koopkracht. En dat is voor mij motivatie. En dat geldt ook voor de minister van Sociale Zaken en het hele kabinet. Om ervoor te zorgen dat wij met een goed verhaal komen op Prinsjesdag. Om zowel die kinderarmoede als de problemen met de mensen met een werkende met een laag inkomen, de mensen met een middeninkomen, alle groepen die we ook vorige keer met elkaar besproken hebben, uiteraard de mensen die afhankelijk zijn en die op het sociaal minimum zitten, om die, als het kan nog dit jaar, maar in ieder geval ook volgend jaar, voldoende te ondersteunen. Maar ik ga niet hier de garantie afgeven dat ik op individueel niveau kan garanderen dat nooit iemand wordt afgesloten. Dat kan niet. De heer Wilders. Ik wil van u de garantie, en dan heb ik het niet over mensen die frauderen of wanbetalers, dan heb ik het over ouderen, dan heb ik het over gezinnen, dan heb ik het over minima of werkenden die gewoon hun best doen en altijd hun rekening netjes betalen, maar het niet meer kunnen betalen omdat de energierekening van 200 euro per maand naar 5, 6, 7, soms zelfs 800 euro is gegaan. En die mensen die buiten hun schuld, die niets verkeerds hebben gedaan, die mevrouw van 80 waar u ook over gelezen heeft, die overleeft de winter misschien niet zonder verwarming. Dat kan toch nooit de bedoeling zijn? Dat mag in een land als Nederland toch niet gebeuren? Dan mag ik toch van u als minister-president vragen dat de mensen die buiten hun eigen schuld niet meer de rekening kunnen betalen, dat die niet worden afgesloten van het gas en van de elektriciteit. U kunt toch gaan spreken met de gas- en energiebedrijven om ervoor te zorgen dat in dit soort gevallen ze de mensen niet afsluiten. Dat is toch een kwestie van fatsoen, meneer de minister-president. De minister-president. Die categorische toezegging ga ik hier niet doen. Dat kan echt niet. Dan verkoop ik ook knollen voor citroenen. Verder kunt u ervan zeker van zijn of dat nou de minister van Sociale Zaken is, of ik zelf of het hele kabinet. Dat geldt ook overigens voor de minister die gaat over klimaat en energie. De minister van Economische Zaken. Dat wij natuurlijk knokken om zo goed mogelijk dit probleem in goede baan te leiden. Mevrouw de voorzitter, daar hebben die mensen niks aan. Die hebben er niks aan dat u goed gaat knokken. Mijn mailbox en die van de collega's zit tot hier vol van mensen die zeggen, ik kan het niet meer betalen. Ik kan de verwarming niet aanzetten dit weekend, deze winter. Ik ben nu al afgesloten. Ik kan mijn boodschappen niet doen. Ik ben hartpatiënt en ik kan mijn eigen risico niet meer betalen. En ik krijg mijn medicijnen niet mee.
En die horen dan die minister-president zeggen, dat kan ik niet doen, dat kan ik niet doen. U gaat dadelijk lekker naar huis en u zet de verwarming aan. En als u ziek bent, en dat gun ik u, dan kunt u uw medicijnen krijgen. Dat verdienen die mensen ook. En waarom bent u dan niet bereid om naar de energiebedrijven te gaan en met ze afspraken te maken? Dat kunt u toch proberen. U kunt toch naar ze toe gaan zeggen, jongens, één ding. Ik wil niet dat er deze winter met een exorbitante energie- en gasrekening, dat mensen daarvan de dupe worden. Ik ga jullie helpen. Desnoods doet u dat via de energiebedrijven. Maar u zorgt ervoor, verdorie, mevrouw de voorzitter, dat mensen, ouderen, gehandicapten, mensen met een gezinnen met een laag of hoger inkomen, dat die niet in de winter doodvriezen thuis. Dat mag ik toch wel van u vragen. Minister-president. Ja, voorzitter. Ook dat type discussies zijn we intensief over in gesprek in het kabinet en natuurlijk ook met alle maatschappelijke partijen om te kijken hoe kun je voorkomen dat mensen in zo'n situatie komen. Ik kan daar nu niet vooruit lopen. Die gesprekken zijn gaande en ik kan hier nu niet een categorische toezegging doen. Dat gaat niet. Maar uiteraard wat hij hier schetst, en ik schetste al, of het nou Jette is, trouwens ook Schouten, die gaat over armoedebestrijding. Iedereen is op dit moment in het kabinet die daar betrokken bij is aan het kijken naar alles wat we kunnen doen om ook bijvoorbeeld als het gaat om energiebedrijven te bezien wat zijn de mogelijkheden. Maar ik kan daar nu thans hier geen harde toezeggingen over doen. Ik wil dan ook zeker weten dat ik het kan waarmaken. Dus ik snap wat Wilders zegt, voorzitter. Ik snap ook en ik weet ook dat hij dat ook echt vindt. Ik vind dat zelf ook. Maar als bestuurder vind ik het ook mijn taak om dan ook zeker te weten dat ik kan waarmaken wat ik hier zeg. En daar zijn we over in gesprek, dat kan ik nu niet doen. Voorzitter, tenslotte, het gaat mij daar helemaal niet om dat de president het met mij eens is of snapt wat ik zeg. Het gaat mij om die mensen thuis. Het maakt me niet uit wat u van mij vindt. Ik sta hier voor die miljoenen mensen die in de problemen komen. Ja, maar ik kan daar niets aan veranderen. U wel. U bent ingehuurd, u bent minister-president, u bent de leider van een kabinet. U kunt ervoor zorgen dat het verandert. Het enige wat ik kan doen is namens meer dan 1 miljoen kiezers en misschien nog meer mensen voor u ervoor pleiten dat zij de winter doorkomen. Dat ze boodschappen kunnen doen, dat hun kinderen aangekleed naar school kunnen, dat ze niet van de verwarming worden afgesloten. Dat kunt u doen, ik kan dat niet. Ik kan dat alleen naar u vragen en ik hoop dat u het doet. En dan hoort daar ook bij als voorman van het kabinet dat ik dan dat als ik daar dingen over zeg dat ook zeker weet dat ik het kan waarmaken. En dat kan ik op dit moment nu hier niet. Dat type gesprek is allemaal gaande.